In deze video laat ik een recap van mijn week zien, of in dit geval een aantal dagen van de afgelopen week. Laten we beginnen met de donderdag. Ik werd rond 1:07 wakker, maakte het bed op en maakte mij vervolgens klaar voor de dag. Voor ontbijt had ik een kopje thee en een broodje met kaas. En na het ontbijt liet ik Milo uit en eenmaal thuis besloot ik nog een kopje koffie voor mezelf klaar te maken. Op donderdagen werk ik altijd thuis, dus ik spendeerde grotendeels van mijn dag achter mijn laptop. En rond 12:00 haalde ik Milo uit de bench, ging ik even met hem knuffelen en liet ik hem eten, omdat hij dat nog niet had gedaan deze ochtend. Toen mijn werkdag voorbij was, had ik me even opgefrist en ging ik samen met Rits naar het Amsterdamse Lenteterras, waar we van verschillende hapjes en drankjes hebben genoten. We waren er redelijk vroeg, dus het was nog best wel rustig. Maar om eerlijk te zijn vond ik dat wel lekker. Toen we weer thuis waren, liet ik Milo nog even uit voor zijn avondwandeling. En de rest van de avond heb ik niet heel veel gedaan. Al ging ik voor het slapen wel nog eventjes een deel van een video bewerken. Op vrijdagochtend werd ik ook rond 7:00 wakker, maakte ik me klaar voor de dag en voor ontbijt had ik een beschuitje met hagelslag. Ik eet eigenlijk bijna nooit beschuit, maar ik kon er eigenlijk wel van genieten. En na het ontbijt haalde ik Milo uit de bench, gingen we allebei even met hem knuffelen. En kijk hoe grappig hij hier bij Rits ligt. En toen werd het tijd om met Milo te wandelen, zoals we dat elke ochtend doen. En eenmaal thuis maakte ik een iced latte voor mezelf klaar. En normaal gesproken werk ik op vrijdagochtend voor een halve dag thuis. Maar voor deze dag was mijn planning een beetje aangepast. In de ochtend ging ik namelijk een video filmen, omdat ik dan de meeste energie voor de dag heb. En in de middag besteedde ik mijn tijd aan werk. Na het filmen had ik trek in matcha, dus ik maakte een matcha latte voor mezelf klaar. En Milo vindt het ook altijd leuk om naar me te kijken wanneer ik in onze koffiecorner iets aan het klaarmaken ben. En omdat hij zo braaf zat, kreeg hij van mij ook nog een beetje melk. Voor lunch had ik eten besteld, want ik had zoveel zin in een burger. En na het eten ging ik even met Milo wandelen. En vervolgens werd het tijd om aan het werk te gaan. En na een aantal uurtjes aan mijn bureau te hebben gezeten, verplaatste ik me naar het bed. Dit is niet per se een ideale werkhouding, maar wel comfortabel. Er kwam trouwens ook nog een fotoboek binnen die ik laatst van onze vakanties heb laten ontwikkelen. Dus daar ging ik ook even doorheen bladeren. En in de avond maakte Rits pannenkoeken voor ons. En voor de rest had ik in de avond eigenlijk niet echt heel veel bijzonders gedaan. Op zaterdag stond ik al om 7:00 ochtends in de sportschool. En eenmaal thuis sprong ik gelijk onder de douche en maakte ik me klaar voor de dag. Milo wakker gemaakt om vervolgens gelijk met hem naar buiten te gaan. En je kunt wel zien dat de wandeling hem helemaal heeft uitgeput. Toen werd het tijd om te ontbijten. Misschien wel een heel random ontbijtje, maar ik had beschuit met kaas en een eitje. Later op de ochtend gingen we met z'n drietjes op pad, want ik had namelijk een nagelafspraak. En de salon waar we naartoe gingen was van een oud collega van Rits. Dus vandaar dat we met z'n allen erheen gingen. En dit was de eerste keer dat ik Biap heb laten doen en ik ben er onwijs enthousiast over. In de middag hadden we een lunchdate met z'n tweetjes op een terras waar we allebei van het eten en het zonnetje hadden genoten. En eenmaal thuis stonden een aantal huishoudelijke taken op de planning, zoals de was doen, ophangen, opruimen en schoonmaken.
En toen dat was gedaan, besloot ik ook nog even om ons koffiehoekje een mini makeover te geven en dat te filmen voor een Instagram Reels. En tijdens het opruimen kwam Milo ook nog even koekeloeren en kijk hoe schattig. Ik kon me niet heel erg focussen door deze afleiding, maar ik vond het ergens ook wel lief dat hij bij me kwam kijken. Voor avondeten hadden we wraps met kip en zoals iedere avond had ik eigenlijk niet zoveel op de planning staan, al ging ik wel even de video bewerken die ik eerder vandaag had gefilmd. De zondag begon ik ook vroeg, maar niet zo vroeg als zaterdag. Ik had alvast mijn sportkleding aangedaan, want na het uitlaten van Milo ging ik gelijk door naar de gym. Eenmaal thuis maakte ik me klaar voor de dag en Rits had ontbijt gemaakt voor ons, namelijk heerlijke fluffy pancakes. In de middag hadden we een playdate in het park met een andere corgi en dit was de eerste keer dat wij Kees hadden ontmoet en het was zo ontzettend leuk. En na de playdate gingen Rits en ik nog samen lunchen bij Spaghetteria op het terras. We deelden een pasta en een broodje. Later op de dag besloot ik ook nog even om het bed te verschonen, want dat moest ook gebeuren. En dat doen we vaak eens in de 2 weken op de zondag. De dag sloten we af met een kapsalonschotel en de rest van de avond was gewoon heel chill en ik ging lekker op tijd mijn bed in, want morgen begint weer een nieuwe week.